Ja, de enige serieuze studie die er in het verleden gebeurd is, is die van Dedra Buchwald, die aan een groot aantal ME-patiënten gevraagd heeft wat de evolutie was. En die vond dat na 3 jaar ziekte er maar 3% van de mensen spontaan recupereerde. De aantekening die hierbij moet gemaakt worden is dat dat een telefoonstudie is en geen studie waar de mensen zich eigenlijk aangeboden hebben in een ziekenhuis of in een polykliniek. We vermoeden dat 2013 of 2014 de jaren zullen zijn dat er een aantal biomarkers naar voren zullen treden, want er gebeurt nu toch wel veel onderzoek. En dat zal komen of dat zal steunen op weefselonderzoek en op deep sequencing. En deep sequencing is een nieuwe techniek die gebruikt wordt om DNA-analyse te doen. En die uiteindelijk een aantal dingen gaat identificeren die we vroeger niet konden vinden. En dat onderzoek is volop aan de gang. Er zijn een aantal ontdekkingen gebeurd recent. En ik zou zeggen, de eerste resultaten van deep sequencing tonen dat ME-patiënten multiple infecties hebben, dus vele chronische infecties dragen, veel meer dan mensen die niet ziek zijn. En ik denk dat dat uiteindelijk het bewijs is dat het immuunsysteem, het afweersysteem, niet normaal functioneert. Ik denk dat dat iets is wat uiteindelijk zal gepubliceerd worden in de nabije toekomst. Wel, er is een zeer graduele en zeer trage verschuiving van de attitude, omdat er nog altijd publicaties verschijnen over het psychische model van de aandoening, die voortdurend eigenlijk verwarring creëren. En er is veel kritiek op deze studies, ook op de manier dat die uitgevoerd zijn, op de statistiek, op het achterhouden van gegevens enzovoort. Maar die publicaties die worden gemaakt door mensen met invloed. En dat blijft eigenlijk de medische wereld beroeren. En het is maar heel moeilijk voor de mensen die het biologische of de biologische kant van de ziekte bekijken, om eigenlijk geloofwaardigheid te krijgen en te behouden, wanneer men voortdurend eigenlijk op basis van slechte en onwaardige studies blijft zaken vertellen. Er zijn inderdaad af en toe mensen die van de een of andere dag genezen van ME. De vraag is, wat is de biologische basis van ME? Zolang men dat niet beschrijft, kan je ook niet zeggen dat je van de een op de andere dag genezen bent van ME. En waarschijnlijk is daar een of ander ziekteproces of mechanisme aanwezig dat bij toeval verdwenen is of door een behandeling die eigenlijk gericht was op iets anders en waardoor men uiteindelijk plots alle symptomen ziet verdwijnen. Zolang dat er eigenlijk ook geen betere evaluaties van de patiënten gericht op biologisch onderzoek, kan men ook niet zeggen dat men van een op andere dag geneest van ME. Ik heb vandaag heel wat contact met de mensen die Lyme bestuderen, de ziekte van Lyme bestuderen en andere chronische intracellulaire infecties, zoals chlamydia, Bartonella en zo meer. En er begint dus uiteindelijk een vorm van samenwerking te komen op wetenschappelijk gebied. Wat betreft criteria, deze criteria overlappen voor een groot deel, maar ik denk niet dat al iemand de oefening heeft gedaan om die ganse overlapping te bestuderen. Momenteel zijn wij een publicatie aan het maken die uiteindelijk de ME-patiënten met Bartonella vergelijkt met de ME-patiënten die geen Bartonella hebben en welk het verschil is in symptomen.
En dat soort onderzoeken zie ik in de volgende 3-4 jaren meer en meer gebeuren, ook door andere collega's.